Dat als je één episode hebt gemist, dat je dus het helemaal niet meer kan kijken. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik ben begonnen met Orange is the New Black. Kijk, toen ik wakker werd. En nu ben ik de oven aan het voorverwarmen, zodat ik er een broodje in kan doen. Dan ga ik even ontbijt maken. Dan ga ik nog één episode kijken, of misschien twee. En daarna ga ik mijn huis opruimen. En Dani komt na een afspraak. Die is om 3 uur volgens mij. Maar ik denk dat ze dan ongeveer om dus het 6 uur hier is. En gaan we eten vanavond. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik heb net toen ik wakker werd die oogcreme opgedaan die ik laatst binnen had gekregen. Van Philosophy. De Take a Deep Breath Eye Gel Cream. En ik heb nu echt het idee dat het lijkt alsof ik heb gehuild. Dat hieronder het zo vochtig blijft. Trouwens, deze puist. Ik ben hem echt al een week lang aan het... Ja... wegproberen te krijgen en het lukt gewoon niet. Het is echt dramatisch. Ik ga even wachten tot het oververmt. Ik kan nog steeds iedereen aanraden om gewoon grote bekers te kopen. En echt door dit drink ik heel de dag door water of gewoon iets anders. Ik weet niet. En Danique doet het ook en Amber ook. En het werkt zo goed. Ik drink veel meer. Broodje is klaar. Nu ga ik even een eitje bakken en dan een ontbijt regelen. Ondanks dat Orange is the New Black totaal niet spannend is, blijf ik geduldig kijken. Ik ga nu mijn bed uit en iets maken van deze dag. Mijn huis opruimen bijvoorbeeld. Zo, slaapkamer zo'n beetje opgeruimd. Ik moet alleen die dingen nog even uitzoeken en deze lamp terugzetten. Dit in mijn kast is een drama. Verder is het hier wel helemaal opgeruimd. Alleen moeten we dit eventjes opvouwen. En de gang is weer helemaal gestofzuigd. En de woonkamer ook. Ik word er echt depressief van dat mijn huis zo leeg is. En hier word ik trouwens heel vrolijk van. Maar goed, mijn meubels die zijn gewoon nog steeds niet binnen. Tenminste, mijn tafel was een keer bijna binnen. Alleen toen ging ik naar het buitenland en toen heb ik nog wat gehoord. Dus dan moet ik even achteraan mailen. En specifiek ga ik dat nu doen. Ik kom net uit het bad. Ik heb nog wat haar. Danique die heeft afgezegd omdat ze voor een afspraak zou komen en heel erg hoofdpijn had. Dus nu gaan we morgen eten. Ik ga nu alleen later op de avond eten. En ik heb nu best wel honger, dus ik ga even een tonijnsalade in elkaar flansen en die opeten met wat lekkerachtige dingen. Dit gaat erin, rood uitje, tonijn, dopertjes, frietsaus, aromat en peper. Zo, en klaar is mijn tussendoortje. Ik ga nog één episode Orange is the New Black kijken en daarna ga ik me klaarmaken. Na nog een episode Orange is the New Black heb ik mezelf even omgekleed. Ik moet deze spiegel echt schoonmaken. Vanavond ga ik het doen, promise. Ik heb een blouseje aan van de Abercrombie & Fitch broek van Topshop. En ik ga hem eventjes een klein beetje snel opmaken. Trouwens, ik heb deze concealer uit Amerika. Dit is de beste ooit. Oh, mijn batterij is leeg. Kut, die moet ik even vangen. Dit is die van Maybelline New York, de Age Rewind. En ik weet dat Marsha dus deze gebruikt. En dat ze ooit had gezegd van, goh, best concealer ever, maar niet te krijgen in Nederland, bla bla bla. Toen zag ik hem dus toevallig in de supermarkt. Nou, dit werkt niet via mijn camera, dit doen. Maar goed, toen zag ik hem dus toevallig in de supermarkt liggen daar. En toen dacht ik, ik neem hem mee. Maar hoe dom was ik ben, heb ik er natuurlijk maar eentje aangeschaft. En heb ik nu aan Amber gevraagd als ze terugkomt dat ze dan wat meer mee wil nemen. Ik stop trouwens echt een shitload aan concealer op mijn gezicht. Maar of ze het mee wil nemen, want het is echt zo'n fijne concealer. Echt niet te doen. Oké, mijn haar was echt geen doen, dus ik heb het gewoon omhoog gegooid. En ik heb veel te veel concealer op. Dat moet ik ook eventjes bedekken. Ik ga even die tonijnsalade in de koelkast zetten. Die was trouwens super lekker. Dus dit ga ik vaker maken. Love it.
is de uiteindelijke outfit. Ik vind hem zelfs een beetje mannelijk. En totaal wauw, je ziet gewoon echt die buis hier. Echt wel totaal iets anders. Ik zie er echt wel anders uit ook. Jasje Mozantet, blouseje Abercrombie & Fitch, tas Balenciaga, broek topshop, schoenen Louis Vuitton. Even lekker wat gegeten in de stad en ik ben nu weer onderweg naar huis. En daar ga ik weer Orange is the New Black kijken. Yay! Aantrekken en in bed liggen en mijn make-up eraf halen en Orange is the New Black kijken. Yay! Ik vind het echt, wat het wel is, er gebeurt dus zeg maar niks. Er gebeurt wel iets, maar het is niet dat je bijvoorbeeld, als je één episode hebt gemist, dat je dus het helemaal niet meer kan kijken. Het is niet spannend of zo. Terwijl ik echt denk, je filmt in een vrouwengevangenis. Maak er even iets spannends van. Het is meer gewoon van, oké, nu zit ik erin en nu heb ik een soort van bezigheid. Maar voor de rest is het echt nul spannend. Dat vind ik wel heel jammer. Dus als iemand echt nog tips heeft voor spannende series, zeg maar, ik vond Prison Break spannend. Vond ik zeg maar heel leuk. Maar ja, als iemand dus daar nog tips voor heeft, let me know. En ik krijg heel veel reacties over, je hebt de 20.000 likes op die video gehaald waarin je zei dat je in een bad met Code Light ging liggen als je het zou doen. Of als je het zou halen. Dit ga ik doen. Het, ja, ik ga dat denk ik deze week opnemen of zo. Dus het komt goed. De video komt eraan. Dan ik wil alleen niet meedoen. Dus ik ga het in mijn eentje doen. Maar ja, het is ook een beetje. We waren een beetje aan het grappen en kansloos. En haha, dan ga ik in het bad met Code Light liggen. Ik weet niet wat er leuk aan is. Maar ik ga het wel doen. Want ik ben super gaar als ik wel 20.000 likes haal op een video. En ik dat dus niet ga doen. Dus ik ga het wel gewoon doen. Alleen ja. Er is het niet. Ik denk dat er gewoon niet zo heel veel leuk is om naar te kijken. Maar dat kan aan mij liggen.